dit gebouw wordt melk verwerkt door vrouwen en mannen uit dezelfde hulpgroep, waarmee ze waarde toevoegen aan melk. Ze maken er in het eindstadium een echte aardbeienjoghurt van. En vandaag hebben ze ons laten zien hoe ze de yoghurt maken. En ze hebben ons ook verteld wat de impact is op hun leven, dat zij de kans krijgen om deze melk te maken. Voor de vrouwen betekent het bijvoorbeeld dat hun kinderen weer naar school kunnen, maar ook dat ze, ondanks de droogte die nu heerst, hun vee voldoende te eten kunnen geven. Maar tegelijk, ze hopen heel erg dat het snel gaat regenen, want door de regen kunnen de koeien en de geiten weer melk geven en kunnen zij weer yoghurt maken.